Ze begonnen in Alaska, maar na een jaar lopen zitten de twee vrienden net over de helft. En dat vieren ze in Panama met een dansje. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Momenteel zitten Seba en Weking in Colombia. We zijn in minder dan een jaar zijn we eigenlijk vertrokken. We moesten eigenlijk nog een camper bouwen. Dus dat was even gas geven voor leer dat we konden vertrekken. En dan hebben we ook heel weinig getraind. Maar onderweg, gaandeweg, komt die conditie er wel en gaat dat beter en beter. Op hun website via panam.today zamelen ze geld in voor To Walk Again. Al een jaar lang lopen de mannen elke dag een marathon. Maar hun vrouwen hoeven ze gelukkig niet te missen. Nee, die hebben we gewoon meegebracht. Ja. Die zijn eigenlijk met ons mee. Die volgen eigenlijk altijd met de auto. Ze rijden ofwel altijd achter een loper en ze soigneren ons ook, geven massages, koken voor ons, regenen alles. Dus ja, dat zou zonder de vrouwen eigenlijk heel moeilijk gaan ook. Heel Noord-Amerika hebben ze al achter de rug. En dan kom je al eens wat tegen, zoals in Mexico, waar de twee ultralopers een notoire drugsroute volgden. Het is dagdagelijkse business dat er gewoon politieagenten worden ontvoerd door de narco's en dat de politieagenten narcogebied inpalmen en vernietigen. En wij lopen er eigenlijk gewoon door, zonder dat we er eigenlijk last van hebben. Dus dat is eigenlijk soms een heel bizarre wereld. Het volgend jaar lopen ze zuidwaarts tot Ushuaia in Argentinië.